We staan hier in het Stedelijk Museum in Alkmaar voor het portret van Wim Zelderbeek. Dat portret is door Jan Sluiters gemaakt, van zijn vriend. En rondom die Wim Zelderbeek is een collectie verzameld en tentoongesteld in dit museum. Een topcollectie met hele belangrijke werken van Jan Sluiters, maar ook van Leo Gestel. Ook van Piet en Mathieu Wiegman, van Charlie Thorop. Belangrijke werken in het oeuvre van die verzamelaar, maar ook belangrijke werken in het oeuvre van die kunstenaars. En dat is opvallend, omdat Zelderbeek was van huis uit koopman. En vooral, hij verdiende zijn geld met handel in wild en gevogelte. En later, in Soestdijk, ook met auto's. Hij was echter bevriend met Cornelis Baart, de directeur van het Stedelijk Museum. En waarschijnlijk door die relatie is zijn liefde voor de kunst heel erg gegroeid. Want aanvankelijk was hij echt een liefhebber, een verzamelaar.